Oh, daar gaan ze. Ik schrok me de tyfus. Na 20 jaar televisie maken ben ik toe aan een nieuwe uitdaging. Vacatureteksten zeggen me niets. En daarom laat ik, Filemon Wesseling, me door 15 topwerkgevers omscholen tot een nieuw beroep. En vandaag laat ik me omscholen tot technicus elektriciteitsnet bij Tennet. Ik ontdek dat werken met hoogspanning best schikken kan zijn. Ik kom erachter hoe dat verzwaren van het energienet eruit ziet. Het ziet er echt vet uit. En dat is best wel pittig werk. Nee, ik vind het gewoon niet leuk. En om te testen of ik het in me heb om technicus elektriciteitsnet te worden, moet ik de Tennet Challenge doorstaan. Ja, Filemon. We zitten midden in de energietransitie. Oude componenten moeten ruimte maken voor nieuwe, efficiëntere componenten. Jouw challenge is het verwijderen van een oude hoogspanningsafleider. Een soort bliksemafleider voor elektrische installaties. Oh, kut. Maar voordat je daarmee aan de slag kunt, moet je eerst de vloer op. Of nou ja, de lucht in. Ja, kom maar, Filemon. Best spannend. Ik ben niet zo'n... Ik was ook niet het jongetje dat ooit in een boom klom of zo. Ik heb gewoon mijn ogen dicht. Nou, dat gaat goed. Ik ga nu weer naar beneden, ja? Zie je het niet meer zitten? Wat? Zie je... Nou, ik vind het wel hoog genoeg, zeg maar. Ja, we zijn bijna bij de arm. Waar is de arm dan? Ja, nee, dat ga ik niet doen. Zo. Ja, het was ook wel hoog genoeg, toch? Tennet's idee was om mij vanuit de mast te laten zien hoe dit hoogspanningsstation in elkaar zit. Laat ik er nou net vandaag achterkomen dat ik blijkbaar niet van hoogte hou. Op tv LSD gebruiken is één ding, maar dit is toch wel wat anders. Ik kijk hoe hoog ik kom, ja? Nee, ik vind het... Ik vind het gewoon niet leuk. Kijk, dit is voor mij echt hoog genoeg. Ik ga even naar beneden, ja? Ja? Ja. Ik denk dat dit niet helemaal mijn ding is. Ik zou denken dat ik gewoon daar naar boven zou moeten klimmen, want zo ziet het er helemaal niet zo hoog uit. Oké, poging 3. En als ik nu val, dan hebben ze mijn rug gebroken. Ja, val niet, want je zit met de touw. Ja, dat zeg jij. Stoppie voor stoppie. Nee, het is veel te hoog. Ik ga weer naar beneden. Ja? Dat is voor jou. Oh, ik zit op de grond. Ja, dat is niet echt mijn ding. Nu dit klimmen hopeloos is mislukt, laten ze een drone opstijgen om mij toch nog een overzicht te geven van dit hoogspanningsstation. Je kunt dit hoogspanningsstation zien als een enorm stekkerblok. Op dit stekkerblok zitten Krimpen, Eindhoven en Rieland aangesloten. Niet met 230 volt zoals thuis in je stopcontact, maar met 380.000 volt. Ook verlagen ze hier de spanning naar 150.000 volt voor regionale stations die naar de huizen gaan. Je voelt de energie eigenlijk al om je heen. Ja. En als je met je vinger daar naartoe gaat, heb je kans dat die energie via jou weggaat. Dus niet doen. Armen naar beneden. Armen naar beneden, handen in je zak. Dat leren we bij Tennet bij alle nieuwe medewerkers. Dan is het eigenlijk de ideale werkgever voor mij. Want handen in mijn zak, dat is mijn favoriete houding. 380.000 volt. En waar komt de stroom vandaan? De stroom komt van de energiecentrales die we kennen. Maar ook alle zonnepanelen bij de mensen op de daken. De zonnepanelen langs de weg, de windmolens op zee, de windmolens in het land. Maar als het allemaal zo hier staat, wat doe je hier dan eigenlijk? We zitten in de energietransitie, dus alles moet uitgebreid en meer. Okay. En ook vervangen worden, dus we hebben heel veel werk hier. Als het hier misgaat, welke provincies zijn dan? We zitten vooral nu te denken aan Brabant. Dus als het hier de stroom uitvalt, dan zijn ook al die drugslabs zitten zonder stroom. Ja. En dan mag ik aanschouwen hoe het is als ze Eindhoven wat extra prik geven. Een man die is nu aan het bellen naar Arnhem. De opperkroonsteen, die gaat dan vragen, gooi je Eindhoven aan. Oh, daar gaan ze. Yes. Ik schrok me de tyfus. Je had helemaal niet gezegd dat het lawaai maakte. Ik ga niet alles verklappen van mijn mooie werk. Let op hoor, komt hij nog een keer. Het ziet er echt vet uit. Mooi geluid ook. Het werk klinkt mooi en spannend, maar hoe is het nou echt om hier te werken? Om daar achter te komen mag Tennet bij mij op sollicitatie komen. Ja, het leuke is, ze hebben ook nog een prijsvraag voor je verzonnen. Ja, laat je antwoord achter in de comments. En als je het goed hebt, dan kun je dit winnen. Ja,
En stuur deze video door naar iedereen die zijn baan helemaal zat is. Hey, dit gaat over de energiesector. Nu is dat een beetje hetzelfde tegenwoordig als Nederlands elftal. Hè? Iedereen heeft er een mening over. De ene zegt, ja, we moeten juist wel die kolencentrales. De andere zegt, nee, je moet naar de kernenergie. De andere zegt, ja, die zonnepanelen, het is onzin. Die mensen die hier werken, nou, die hebben passie voor hun job. Dus die zullen er ook allemaal mening over hebben. Hoe ga je daarmee om? Wij transporteren elektriciteit. En of het nu kolenenergie is, of kernenergie of zonne-energie is, dat is niet. Hè. Maar wij staan natuurlijk wel inderdaad als een centraal punt in de energietransitie. Je zit wel middenin. Dus ja. Wij zitten er middenin. Hè. En wij prediken ook inderdaad die energietransitie, dat we daar een zware ondersteunende rol hebben. En dat we daar ook voor gaan om die energietransitie te laten slagen vanuit de rol die we hebben. Maar er is wel ruimte binnen een bedrijf als Tennet om daarover te praten en dat gesprek erover te voeren. Ja. Inderdaad. Waarom is het nou leuk om bij Tennet te werken? Tennet is heel groot. Wij zitten hier op een unieke plek. Dat vind ik ook altijd leuk, als je ergens komt waar niet iedereen mag komen. De mensen die bij Tennet werken, die hebben echt passie voor wat we hier om ons heen zien. En die passie om ook te zorgen dat er ook echt altijd stroom is. En dat we zo'n goed netwerk hebben in Nederland, dat het er ook altijd is. De mensen zijn gewoon, het is echt heel gezellig bij Tennet. Ja, Filemon, dan is het nu echt tijd voor jouw Tennet Challenge. Aan jou de uitdaging om een overspanningsafleider klaar te maken om afgetakeld te worden. Deze overspanningsafleider staat er al sinds 1968 en wordt nu vervangen voor de volgende generatie. Om dit te doen zal je de geleider eerst moeten aarden. Vervolgens kan je de kabels losmaken en de hijstroppen eraan bevestigen. Ja, hoor! Jo! Als laatst maak je de bouten los en hijs je de afleider van de paal naar de grond. Oh, en om te zorgen dat je jezelf niet elektrocuteert, kijkt collega Bart met je mee. Filemon, jouw Tennet Challenge begint in 3, 2, 1, nu. Goed kijken naar die snoer, hè, of het allemaal meegaat. Oh ja. Gaat mee tot nu toe, maar je moet wel een beetje... Ja, ik dacht dat jij let er een beetje op. Ja, we moeten samen doen. Als ik hier ga werken, dan word ik wel hoogwerkerbestuurder, ja? Niet de draad aanraken, hè? Nee, best eng. Dadelijk nog iets verder open, denk ik. Prima, dan draai je hem vast. Juist, je hebt hem bijna los. Dan moeten we even proberen om hem hier in te bajonetten. Dan gaan we naar de warm die kant dan. Ja, dat ding. Wacht. Los bajonetten, hè? Ja. Super. En dan mogen we naar beneden. Die kant op. Deze kant op. Oh. Dus we moeten even kijken of we nou helemaal boven kunnen gaan. Ja, maar dan kom je tegen dat ding aan. Ja, dit gaat wel goed. Ik vind het wel best eng. Het is toch hoger dan ik dacht. Nou, dan zie je de haak van de kraan al aankomen. Ja. Daar moet hij dadelijk aan. Best spannend allemaal. Ja, hoor. Jo. Maar hoe gaat die haak dicht? Ja, perfect. Juist. Komt ie, jongens. Nu moet ik gaan, ja, hè? Ja. Yo! Prima. Meer de bediening van het apparaat, en hij doet ook meer het handwerk. Ja. Hele natuurlijke taakverdeling. Ja, deze kan ik wel, maar daarachter kom ik nooit bij. Ja, los. En dan pak je de bout met je andere hand, anders valt hij naar beneden. Oh, kut. Had je helemaal niet gezegd dat hij los... Links omdraaien, dus om aan te trekken. Ja, juist, hij gaat wel. Je hebt het ding vastgedraaid, jongens. Is dat niet te los te krijgen zo? Komt-ie? Challenge geslaagd. Yes! Yes! Au. Zo, was het. Goed gedaan. Ja. Aan toest dat allemaal, zeg. Ik vond het bedienen van dat ding wel heel leuk. Maar dat hele grove werk, dat is denk ik iets minder voor mij. Ja. Ja. Jij hebt een beetje van afstand gekeken. Wat
vond jij ervan? Ja, het ging goed. Voor een eerste keer zonder training, zonder opleiding, ja, toch omhoog. Het is een stap die niet heel veel mensen meteen durven nemen. En tussen de 0 en de 10, welk cijfer geef je mij? Je hoeft me niet te pleasen, omdat het een video is. Nee hoor, dan geef je bij deze een 7. Ja, ruimte voor verbetering, maar ik heb toch punten gezien waar ik als opzichter vrij erg van gecharmeerd ben. Ja, het is toch een voldoende. Ja, ruim voldoende. Ja, ja, ruim voldoende 7,5. 7 is voor mij gewoon nog voldoende. Dan heb je een voldoende. Ja. Nou, ja. Dankjewel. Ja. Missie geslaagd. Missie geslaagd. Zullen we dan even die andere paar dingetjes doen? Ja, dan gaan wij naar huis. We hebben er nog een paar. Ja.